beste Gamebozie, welkom bij een nieuwe uitdaging. Er is namelijk een Sudden Death uitdaging. Het is al best wel lang geleden dat hij hier is geweest, maar vandaag kunnen we het weer spelen. Ik heb er sowieso al zin in, want ik hou er altijd van om af en toe wat variatie te hebben in Clash Royale. Ik heb er ook even een snel deck bij gebouwd. Ik weet niet of het echt goed werkt of niet. We zullen het gewoon gaan zien. Dit is zeg maar een deck met de drie musketeers. Ik moet eerst gewoon zorgen dat ik wat ga verdedigen. Zet ik elixir pomp neer, zeg maar. Daarna drie musketeers en dan gaan we volop in de aanval. Dat is mijn idee, want je hoeft maar één toren neer te halen. En je kan best wel goed verdedigen met de goblinbende, met de stam, met de ijsgolem. En met de struikrover kan je eigenlijk wel aanvallen en verdedigen. En natuurlijk is de kerkhof ook een super goede kaart om mee aan te vallen. Maar dat doen we dus in de Sudden Death uitdaging, waar je trouwens ziek veel coins kan verdienen als je de 12 wint zal. Ik weet niet of het gaat lukken. We gaan het natuurlijk wel proberen. Maar voordat we echt gaan spelen, vergeet natuurlijk allemaal niet dat duimpje omhoog achter te laten. En abonneer natuurlijk ook, als je dat nog niet hebt gedaan, op naar die 80.000 abonnees. Maar laten we maar gaan spelen. Ik heb trouwens niet echt een idee of dit deck goed werkt, ja of nee. We zullen het gewoon zien. Ik ga gewoon lekker spelen en dan komen we er vanzelf achter. Mocht het eerste potje niet al te best gaan, dan gaan we gewoon hierna nog een potje spelen. Zal ik beginnen? Oeh, dit moet ik wel even geregelen. Ik zet hier een ijsgolem neer. Ik zet hier ook een struikrover neer. Ik zet hier ook wel even een kerkhof neer. Dan, ja, want het belangrijkste is in ieder geval dat die reuzenskelet niet bij mijn toren komt. Die stam had niet heel veel nut. Ik doe nog even een goblinbende, die zet ik daar neer. En wat kan ik verder? Ik zet hier ook nog wel even een ijsgolem in het midden. Wat kan ik verder nog doen? Zet ik hier even drie musketiers neer. Dan kan ik daar in ieder geval nog een beetje verdedigen. En ja, dan is dit het beste wat ik kan doen, denk ik. Hij mag in ieder geval niet bij mijn toren komen. Dat komt hij ook niet. Helaas zijn we met twee musketiers aan de rechterkant wel dood. Maar dan kunnen we nu volop via de linkerkant. Dus dat is op zich ook wel een voordeel. Kom op, maak die tovenaar dood. Ik doe daar nog even een stam. En we doen nu ziek veel damage op zijn linker toren. En krijgen we hem al neer. We krijgen hem, denk ik, al neer. We krijgen hem neer. Nog één hit. Oh shit, net niet. Dat is trouwens wel iets wat ik mis. Ik mis eigenlijk een kaart waar je mee van afstand kan aanvallen. Ik doe hier nog even een bandiet. Ik doe hier trouwens ook mijn kerkhof. Dan hoop ik dat hij zijn troepen nog een beetje in de schaten houden. Oh, die stam die had ik veel beter natuurlijk meer naar voren kunnen doen. Want dan had ik sowieso zijn toren neergehaald. Dit is echt dom van mij. Oké, ik moet nu gewoon zorgen dat ik snel weer een stam krijg. Ik doe hier even een horde gunstelingen. Ik doe hier een bandiet. En dan doen we nu hier een stam. En dan heb ik zijn toren neer. Oh, het was echt super dom dat ik die net niet gewoon meteen inzet. Want dan had ik net al gewonnen. Maar nu komt het uiteindelijk alsnog goed. Nice. Eerste potje tegen me gewonnen. Dus ik denk dat dit deck wel redelijk werkt. Maar we moeten natuurlijk wat meer potjes spelen om daar echt definitief achter te komen. En de kist die we krijgen is volgens mij, die kan ook best wel groot worden. Als je 12 keer wint, dan heb je volgens mij echt een grote kist. Maar we gaan in ieder geval door naar het volgende potje. Misschien ga ik mijn elixirpomp inruilen wel voor een andere kaart. Voor een miner of zo. Maar dat zie ik zo meteen wel even. Want ik heb hem net helemaal niet gebruikt. En het is denk ik helemaal niet slim om met zo'n challenge een elixirpomp te gaan gebruiken. Ja, wat gaan we nu doen? Ik doe hier wel, ik doe hier een bandiet en dan wil ik hier zo een graveyard neer. Oh, zet hij net daar een vuurbal neer. Dat is echt fucked up. Wat kan ik verder doen? Dan moet ik hier nu even die reus gaan verdedigen. Ik denk dat hij een tovenaar heeft. Daar ben ik in ieder geval bang voor. Ik doe hier nog even een ijsgolem om daar een beetje af te leiden. Ik zet hier ook nog een goblinbende neer. Qua verdedigende kaart is dit deck in ieder geval super chill. Dat sowieso. Maar ik mis nog één aanvallende kaart. Dus die ga ik zo meteen wel even doen in mijn deck. Die ga ik dus inwisselen voor de elixir tank. Want die gebruik ik op dit moment absoluut niet. Hier even struikrover. Hoop ik niet dat hij weer een vuurbal doet. Kom op. En dat doet hij wel. Dat is echt fucked up. Maar ik doe wel wat hits. Dat scheelt dan weer ietsjes. Wat gaan we nu doen? Ik doe hier wel even harde gunstelingen. Doe hier even een ijsgolem. Zet hier nog even een stam bij neer. Doe hier nog even goblinbende. Die is een beetje fucked up getimed. Want die kon hij meteen neerhalen. En dan kan ze reus super veel damage doen. Oh, dit is wel een beetje fucked up. Oh, dit gaat niet echt lekker. Dit gaat niet zo goed als het vorige potje. Vorige potje vond ik echt best wel makkelijk. Maar dat is nu absoluut niet het geval. En hij doet ook nog een vuurbal. Dat is ook fucked up. Dus dat betekent dat mijn toren nu bijna kapot is. Ja, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ik kan niet zoveel. Ik zet hier wel even drie musketiers neer. In ieder geval zijn musketier een beetje verdedigen. Mocht dat nodig zijn. En dan wat zullen we nog meer doen? Zijn musketier gaat dood. En dat is inderdaad het geval. Zetten we hier nog even een goblinbende neer. Wat zullen we hier doen? Ik doe hier even een stam. Oh, nice. Oké. Hij heeft in ieder geval geen damage kunnen doen met zijn reus. Die Pekka laat ik maar even.
aan de rechterkant, want daar kan ik toch niet zoveel mee. Wat zal ik nu verder doen? Ik wil eigenlijk mijn kerkhof neerzetten. Holy shit, ik kom nog best wel ver. Ah, helaas, niet ver genoeg. Even een ijsgolem erbij. Kom op. Goblinbende. Nee, die gaan nu dood door die stam. Ja, die gaan dood door de stam. Oh, dat is echt fucked up. Ik heb nog wel redelijk wat damage kunnen doen. Maar lang niet genoeg. Nee, echt gewoon lang niet. Wat gaan we nu doen? Ik zet hier weer even 3 musketiers neer. Dan kan ik in ieder geval zijn reus nog redelijk verdedigen. Zetten we hier nog even een stam neer. Om die reus ietsjes op afstand te houden. Kom op, zetten we hier nog een bandiet neer. Maar het is al voorbij. Helaas, pindakaas. Ik kwam er wel eventjes bijna door. Maar ja, toen had ik ze toch om neer moeten halen. Maar dat was helaas niet gelukt. Oké, ik ga mijn elixir tank even inruilen voor een andere kaart. Waarvan ik denk dat ik hem wel goed kan gebruiken. Ik denk een goblin tom. Die is misschien wel handig. Of een hog rider. Dat kan misschien ook wel. Die kan ik dan eventueel zeg maar voor mijn musketiers ook neerzetten. Oké, dit is het deck waar ik nu even mee ga spelen. Dan hoop ik dat het nu wat beter gaat. Dat moet het wel, denk ik. Zou heel raar zijn als het nu niet beter gaat. Want die elixir pomp. Die had ik net helemaal niet gebruikt gewoon. Het zou echt debiel zijn als ik nu dan gewoon weer weet te verliezen. Maar we gaan ons uiterste best doen natuurlijk. Ik begin gewoon lekker aanvallend met 3 musketiers. Hij doet een vuurbal. Nou, als op zich dik prima, doe ik hier even een varkensruiter. En dan gaan we nu via die kant aanvallen. Oh, dit is wel een beetje fucked up. Dan hoop ik dat die kanon snel kapot gaat. Die gaat ook redelijk snel kapot. Maar dan alsnog kan ik niet echt damage doen. Hier even een ijsgolem om daar een beetje te verdedigen. Doen we hier een goblinbende. En dan zetten we hier een bandiet voor. En dan gaan we even volop via die kant aanvallen. Doe ik hier even een kerkhof. En dan hoop ik dat we even zoveel damage kunnen doen. Varkensruiter zetten we er nog bij. Zet ik hier ook nog een ijsgolem neer. Come on, doe damage. Hier nog even een stam bij neerzetten. Oké, mijn Hogrider kan in ieder geval lekker wat hits doen. Dat is een goed teken. Ja, we doen veel damage. Maar hij heeft ook al wat damage gedaan op mijn torens. Dus dat is ook wel een beetje balen. Even die Hogrider van hem verdedigen. Hij doet een zap. Maar ik hoop dat mijn struikrover net voor mijn gunstelingen wordt neergezet. Maar volgens mij gebeurt dat net niet. Dus dat is wel fucked up. Maar mijn Hogrider kan wel weer een paar hits doen. Dat is een goed teken. Ah, maar eentje uiteindelijk. Dat is wel dan weer jammer. Wat gaan we nu doen? Ik zet hier even 3 musketiers neer om zijn Hogrider zo snel mogelijk dood te maken. Wat? Ja, die is nu dood. Maar mijn musketiers zijn ook nu eigenlijk zo goed als dood. Oh shit, die stam komt nog net op tijd om in ieder geval te voorkomen dat hij nog een hit extra kan doen. Dan is het nu mijn beurt om volop op de aanval te gaan, want het spant er echt om. Struikrover zetten we neer. We zetten Hogrider neer en we gaan nu een kerkhof neerzetten. En dan zetten we nog stam erbij. En dan hoop ik dat we nu genoeg damage kunnen doen. Dat zou mooi zijn. We doen wel wat damage. Hij heeft nog wel... Ja, oké, kom op. Dit ziet er goed uit. Nog 1 hit en we hebben gewonnen. Nice, die kerkhof is zo OP met deze game mode. Sowieso een van de beste kaarten die je kan gebruiken. Nice. Dan hebben we nu dus 2 keer gewonnen. 1 keer verloren. Dus dat is een goed teken. Verdienen we nu al wat coins. Wat krijgen we? 1000 coins. Bij de volgende krijgen we 2000. Maar ja, je wil natuurlijk die 32.000 hebben. Dat is wel heel chill. Maar we gaan nog 1 of 2 potjes spelen voor deze video. Ik denk dat het me niet gaat lukken om de 12 winst te halen. Misschien ook wel. Misschien met een ander deck. Ik denk niet dat dit de allerbeste deck is om deze game mode mee te spelen. Maar ik ga in ieder geval met deze 2 potjes nog even mijn best doen. Ik begin gewoon lekker weer aanvallend. Even kijken wat hij voor troepen heeft. Ik zet hier trouwens even een stam neer. Om die prinses in ieder geval neer te halen. En oh nice. Ik hoop dat hij die Ice Spirit ook nog erbij pakt. Dat gebeurt net niet. Hier even een ijsgolem neerzetten. Om daar in ieder geval die goblins een beetje af te leiden. Maar dat gebeurt niet echt. Oké, we hebben wel wat damage kunnen doen. Maar hij heeft ook wat damage kunnen doen op mijn toren. In principe staan we er nu zo goed als gelijk voor. Dan ga ik nog een keer aanvallen met 3 musketiers. En dan kunnen we zo meteen weer even die prinses neerhalen met de stam. Die zet ik dan nu ook neer. En hij zet een raket neer op mijn 2 musketiers. Ja, inderdaad, dat is het geval. Oh shit, die Hogrider die moest er net voor. Die komt er helaas net achter. Dat is dan wel jammer. Ja, en die Inferno Toren zag er ook nog voor dat hij verder helemaal geen damage kan doen. Dus dat is ook een beetje balen. Dus we moeten er nu gewoon voor zorgen dat we even heel goed gaan verdedigen. Goblin Bende erbij. Wat gaan we verder doen? Ik zet hier wel even een struik boven voor. En dan... dit is echt fucked up. Dit is echt een lastige tegenstander, jongens. Zijn troepen zijn echt lastig om goed te kunnen aanvallen. Maar nu is het mijn beurt. Ik zet even een kerkhof neer. Dan hoop ik dat die ijsgeest wordt afgeleid. Of in ieder geval dat ik nu zoveel damage kan doen. En dit ziet er goed uit. Totdat die stam neerzetten. Maar alsnog krijg ik zijn toren wel neer. Ga ik vanuit. Ja, inderdaad. Nice, weer gewonnen. Holy shit, dit deck is misschien toch beter als ik had gedacht.
voor deze game mode. Ik heb nu 3 keer gewonnen en maar 1 keer verloren. Dus als het zo doorgaat, dan ben ik nog niet op weg naar de 12 wins. Maar dan ga ik wel redelijk ver komen. Oké, ik ga nog 1 laatste potje spelen voor deze video. Omdat ik het zo leuk vind. Dit is echt zo nice. Oké, dan hoop ik dat we deze weer gaan winnen. Ik ga gewoon weer aanvallend beginnen. Ik ga gewoon weer beginnen met 3 musketeers. En dan hoop ik dat hij dat dan niet kan verdedigen. Dat zou mooi zijn. Want dat als hij dan die 3 musketeers niet goed kan verdedigen, dan ben je vanaf begin af aan gewoon al fucked up. Ik doe hier wel even een ijsgolem. Die zet ik ervoor. Kan ik nog even een stam neerzetten. Om even die goblins een beetje te verdedigen. En aan de linkerkant laat ik het mooi. Wat zal ik nu doen? Ik zet hier wel even harde gunstelingen. Om daar een beetje te verdedigen. Misschien dat hij ook wat damage kan doen. Ik doe wel een klein beetje damage. Maar niet extreem veel. Dat is wel jammer. Maar dan ga ik nu even via deze kant een surprise attack. In ieder geval. Ik hoop dat het een surprise attack is. Maar hij verdedigt het best wel prima. Nee, daar kan ik eigenlijk bijna 0 damage doen. Nu moet ik trouwens wel heel erg uitkijken dat hij daar zo meteen niet door gaat komen. Hier even Goblin Bandit. Zet ik even een stam neer. Ja, dan kan ik dat uiteindelijk nog redelijk makkelijk verdedigen. Ik denk trouwens, ja, ik denk niet dat hij daar damage kan doen. Struikrover neerzetten om daar nog extra te verdedigen. En dan gaan we nu weer via deze kant aanvallen. Hetzelfde wat ik net deed. En dan hoop ik dat mijn skelet het even lekker wat damage kan doen. Ik doe wel even een stam erbij. Oh, ik verwacht eigenlijk, nou nee, ik zet toch geen stam neer. Dat heeft niet zoveel nut. Maar ik heb weer wat damage gedaan. Als het zeg maar zo doorgaat, dan komt dit wel uiteindelijk goed. Ik kan hier weer even een stam neerzetten. Om daar nog een beetje extra te verdedigen. Dan kan die verder helemaal geen damage doen. Even een varkensruiter erbij. Die raket. Is die raak? Nee, hij heeft met gemist met die raket. Dan is hij denk ik nu gefokt. Want ik denk dat hij nu wel zijn toren neer kan krijgen. Ik zet nog even skeletten erbij neer. En nog een paar hits. Come on. Haal zijn toren neer. Haal zijn toren neer. Nee, dat gaat nog niet gebeuren. Maar dat gaat zo meteen wel gebeuren. Ik weet al bijna zeker dat ik dit potje heb gewonnen. Even een ijsgolem neerzetten. Zetten we hier even een stam neer. Om daar extra te verdedigen. En hier even een horde gunstelingen. En dan kunnen we zo meteen nu met een Hog Rider aanvallen. En dan wil ik eigenlijk nog met de Kerkhof erbij neerzetten. Dat, ja, die kan ik net te laat inzetten. Dus dat is wel jammer. Dus dan doe ik dat toch maar niet. Het is ook niet handig om dan je elixir een beetje te overgaan gebruiken. Dat is ook niet de bedoeling. Oké, dit verdedig ik ook hartstikke makkelijk. Daar kon hij ook helemaal niks tegen doen. Wat gaan we nu doen? Ik zet nu gewoon hier een Kerkhof neer. En dan hoop ik dat hij er nu wat doorkomt. En dat ik eindelijk wat hits kan doen. Zetten we nog even een stam bij neer. En dan hoef ik echt maar een paar kleine hits te doen. En dan is het voorbij. Oh, kom op. Ik denk dat ik zo meteen aan 1 stam al genoeg heb. Maar dan moet dat natuurlijk wel gebeuren. Hier even Goblin Bende. We doen wel even een Hog Rider bij neerzetten. Dan hoop ik dat hij zijn troepen neerkrijgt. Even een ijsgolem hier. En dan hier een stam. Oh shit, ik weet niet. Is hij nu te ver naar achteren geplaatst? Ik deed misschien iets gehaast. Ja, ik deed iets gehaast. Dan in nog 10 seconden. Nee, dan krijg ik zijn toren helaas niet meer neer. Maar het scheelde uiteindelijk helemaal niks. Oh, ik heb nog 4 seconden. Kom op, Hog Rider. Die moet ertussen. Oké, nou ja. Oh shit, dit is zo van kap. Ik had bijna gewonnen. Is het potje die ik dus gelijk heb gespeeld. Maar ik ga deze challenge sowieso voor mezelf nog even verder spelen. Mocht ik heel ver komen, dan laat ik dat gewoon aan jullie zien. Mocht ik niet verder, wat zullen we afspreken? Mocht ik niet verder als de 8 overwinningen komen, dan ga ik niet de tweede video maken. Maar mocht ik wel verder als de 8 overwinningen komen, dan komt er binnenkort nog een tweede video aan. Maar ja, dat zien jullie dan wel vanzelf verschijnen. Als hij dus niet verschijnt, weten jullie dat ik noob was en dat ik er niet ver ben gekomen. Maar ik hoop dat jullie wel hebben genoten van deze video. Zo ja, laat natuurlijk dat duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren, mocht je dat nog niet hebben gedaan. En natuurlijk tot slot, ik zie jullie later, bazen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje leuk vond, dan vind je dit filmpje wat hier staat ook wel leuk. Waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Dan kan je daar nu nog op klikken. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, dat kan je dan hier doen. Dan kan je daarop drukken en dan kan je abonneren. En dan word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Yeah!